Wat enig dit. Oh. Robin, Robin, stel je voor in 1 seconde. 1 seconde. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag zijn we wakker geworden in een mistig Oostenrijk. Kijk eens even jongens, dit is dus het uitzicht. En voor mensen die al vaker mijn vlogs hebben gekeken, die kennen dit. Want we zitten hier al heel lang. Maar kijk eventjes. Er ligt sneeuw, maar het probleem is dat het net aan het regenen was. En als het aan het regenen is, dan verdwijnt de sneeuw. En het is wel handig dat als we op wintersport zijn, dat er sneeuw is. Dus ik hoop niet dat het boven ook was gaan regenen. Maar dat het boven gewoon sneeuwde, dat het boven net iets kouder was. Maar goed, we gaan het zien. En nu is het tijd voor een heerlijk ontbijtje. 3, 2, 1. Het is zielig om je manke moeder zo te laten rennen. Goedemorgen, wat heb jij meegenomen? Goedemorgen, die had ik nog van in de auto. En dat is zonde, hè? Nou, lekker ontbijtje nemen, jongens. Ik heb er zin in. Ik heb zin in lekker in een koffietje. Spiegel is altijd wel flatteus, ja. Flatteus? Ja. Dat is niet mooi. Oh, ik vind Spiegel altijd wel chill. Nee, serieus, Spiegel. Ik vind het leuk om te filmen in de spiegel. Ja, maar deze ook bij ons thuis in de lift. Goedemorgen. Ik was weer de laatste aan de tafel. Meestal is het zeg maar normaal dat ik de laatste ben aan de tafel. Ja, dat is altijd gewoon een stijl dingetje. Ja, dat doe ik expres. Ja, maar jij hebt al alles een schuld geven omdat je te laat bent. Je nooit zeggen, ja, sorry, ik lach mezelf. Ik zat te lang op mijn telefoon. Ja. Een lekker yoghurtje met fruit, een cappuccino, drank en een watertje. Het overlevingspakket voor vandaag. Mm-hmm. Vandaag gaan we nog niet echt de piste op, toch? Nee. Nee. Het is sneeuwboven. Ja. En wind. En wind. Dus het wordt niks, jongens. Maar we gaan wel eventjes het dorp in, want ik ga nog even kijken voor skisokken. Oké. Okay. Want ik heb geen skisokken meegenomen. Wel handig. Nee, niet. Heeft hij nooit? Ik heb geen skisokken meegenomen. Nee. Waarom niet? Ik wist niet dat we... Je hebt genoeg sokken, je hebt van die hele mooie sokken gekocht. Ik wist niet dat we gingen skiën. Stop. Nee. Ja, het is aan het regenen, jongens. Er wordt geen witte kerst, denk ik. Laten we het hopen, Ruud. Wat dan? Gaat het sneeuwen? Oh, hier is de webcam van boven, jongens, kijk. Het is 5 graden daar, het regent daar dan. Het is boven 5 graden. Ah, een beetje sneeuw vanmiddag. Berg, dorp is 1. Oh, en dat Berg is 3. Ja, dat kan. Oh, dan gaan we daar echt flink alleen maar regenen. Oh, jongens. De nachtmerrie van iedereen die op wintersport gaat. Dat er geen sneeuw ligt. Kijk, jongens. De auto's die staan lekker veilig binnen. Dat is fijn. Zo, hij is wel echt heel smerig. Zoals jullie zien ben ik een drillrapper geworden. Nee, ik zat even buiten. Ik had deze in mijn jas aan. Ik dacht, oh, nou, ik doe hem even op. Maar ik ga met de drone even wat lijpe shots maken van het dorp. Ik hoop dat je genoeg ziet, want het is wel een beetje mistig. Maar we gaan het zien. Ik ben nu alvast aan het editen voordat we gaan eten. Maar ik heb dus blijkbaar de dronebeelden verwijderd. Ik weet niet hoe, maar ze zijn weg. Dus geen dronebeelden. Het was een beetje mistig, maar jullie konden wel gewoon een beetje zien wat de omgeving is. Waar ik me ongeveer een beetje bevind. Maar jongens, de drone is weer veilig terug. Oh, jongens, het regent gewoon nog steeds. Robert en Jolanda en Robin, het andere gezin wat hier ook is, die waren er al sinds woensdag. En die zijn nu wel naar boven. En ik kreeg een Snapchat van Robin dat dus boven op de berg er wel sneeuw viel. Dus dat is goed. Want kijk, zeg maar, hier is het nu aan het regenen. Maar waarschijnlijk boven op de berg is het gelukkig net koud genoeg dat het regen gewoon sneeuw wordt. Ach, maar jongens, als het boven op de piste regent, dat is echt zeg maar de nachtmerrie van elke skivakantieganger. Want dan smelt het gewoon. Dan is gewoon de sneeuw straks weg. Net als hier. Want volgens mij, ja, gisteren lag hier gewoon sneeuw. Eerste reactie. Kut. Het regent gewoon. Ja. Ik vind het ook zielig voor de sneeuw die er ligt. Ja, dat is echt zielig. Weet je, die hebben hier, die dachten, die komen met alles zo wie naar beneden. Het is helemaal groen daar, joh. Ja, dat is echt helemaal kut. Daar, deze berg is meestal ook helemaal wit, gewoon is nu groen. Och, wat hebben we het slecht, hè? Nee, jongens. Ja, het is sowieso, we kunnen sowieso skiën, dat komt echt wel goed. Maar het is natuurlijk zoveel leuker als er echt gewoon pakken met sneeuw liggen. Dat je helemaal van de piste af kan gaan en ja, zo. Het ijskoud is gewoon. Ja, het ijskoud is. Maar goed, wij gaan eventjes richting het dorp. Wij gaan eventjes wandelen en dan gaan we ergens lunchen. En ik ga even skisokken kopen, want die heb ik dus niet meegenomen. Sukkel! Wat enig dit. Zeker. Wel knus. Ik heb volgens mij nog nooit regen gehad in Oostenrijk hier. Nee. Wel? Nou. Wel? Niet vaak, hè? Nee, niet vaak. Helemaal knus, hè. Lekker knus, hè. Dat is toch wel leuk dat je hier dan voor de 20e jaar komt.
Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Dat het anders is. Nee. Toen jullie klein waren. Hoe oud waren we toen? Oh, dat is wel jammer dat ik die filmpjes hier, niet hierbij heb. Was hier, had hij toen. Anders had je die in die vlog kunnen doen. Maar hoe oud toen was ik? Ja, 7 weken. 7 weken. 7 weken? Toen was hij hier zo. En toen zaten we hier. Hier zaten we, maar jij speelde hier. Hier was toen gras, Vink speelde nog niet. En jij, we hadden toen niet de juiste schoentjes. 7 weken? Nee, ik had geen handschoenen. Jij zei, Vink speelde hier toen hier. Ik had 7 weken, wat was ik aan het doen dan? Ja, gewoon. Ja. Jongens, kijk, dit ziet altijd zo leuk uit in dit soort Oostenrijkse dorpjes altijd. Dat je lekker echt zo'n houten hutje. Nou, daar zijn we dan, helemaal aan het begin van het dorp weer. Hier kwamen we dus gisteren aan met de auto, zeg maar. Maar we zijn even lekker aan het lopen, hè? Ja. Alvast de beentjes warm maken voor morgen, want morgen gaan we... Nee, straks al. Om 3 uur gaan we naar boven en dan moeten we een afdalingje maken. Gaan we dat wel doen? Ja, want dan halen we onze spullen op. Dan kunnen we nog wel even... Oh, we gaan vandaag dus wel skiën. Maar we hebben de skipas vanaf morgen. Maar je kan al vandaag al vanaf 3 uur naar boven. Dus dan gaan we boordjes huren. En dan gaan we alvast een afdalingje doen, jongens. En we moeten nog ergens eten. Want ik heb trek. Ach, ik voel dat we hier kunnen lunchen. Iemand wil heel graag dat we daar gaan lunchen. Kerstman, hè? Het is geen kerstman. Ja, zei je Londen sneeuwpop. Ja, Ruben die moest dus lachen. Want daar hing dus in de Soho Street, van Soho House. Daar hing boven een grote sneeuwpop. Maar ik zeg doodleuk, ah, dit is de kerstman. En niemand zei dat van, nee. Ah ja, wat grappig, kom, we lopen door. Ben je daar geweest? Nee. Nee? Nee. Kom echt door? Ik heb trek. Dat is duidelijk. Jongens, ze hebben hier dus midden in het dorp een kerk. Maar wij gingen heel vaak met kerstavond gaan we dan lopen. En dan is deze kerk belicht. Alleen ik vind dit vroeger en nog steeds wel, vind ik het een beetje eng. Want kijk, ik zal er even overheen filmen. Kijk, er staan allemaal van die, echt van die, zeg maar, van die metalen dingen, weet je. Van die grote metalen dingen. Hey, ik vind het gewoon een beetje eng. Ik mag het ook niet filmen. Hoezo? Film je toch niet? Je hebt rust nodig. Het ziet er echt... In de nacht, jongens, is dit een heel eng kerkje. Zie je? Jullie ook? Maar ik wil grappig doen. Oh. Voor de vlog. Ik wil het grappig doen voor de vlog. Ja, wil jij grappig zijn, Ruben? Oh, nou, dat zou wel lang duren. Ja, denk ik. Ik heb het volgens mij niet nog... ik heb het net nog niet gezegd, maar ik heb wel een beetje trek. Oh, daar zitten we, jongens. We gaan lekker lunchen. Had ik al gezegd dat ik zin had op lunchen of niet? Had ik dat nog niet gezegd? Nee, niet gezegd. Oh. Dat je heel veel honger had. Ja, ja, precies. Oké, nou. Wat zeg je? Aftrappen met een schnitzel of niet? Wil je aftrappen met een schnitzel? Ja. Zie je die al staan? Een Wiener Schnitzel mit Pommes. Oh ja. Nee, ik weet het niet. Ja, dat wordt wel een dingetje, jongens. Gezond doen hier is lastig, want op de piste is het meestal patat en een stuk schnitzel of zo. Ja, dat is waar. Ik had het aan Hidde gevraagd. Je verbrandt dus ongeveer 2000 per dag aan skiën. Ja? Ja, het is echt per kilometer piste of zoiets van... nee, echt veel. Ja, ik weet niet precies wat het was, maar je verbrandt echt veel met skiën. Oh, dit is wel even lekker, hè. Zo zie je wel de gezonde keuze en de slechte keuze. Ja, bieten. Och. Hey, lekker man. Hey. Hé, jongens, had ik al gezegd dat ik trek had? Nou, toch niet meer? Oh ja, dat is waar ook. We hebben al gegeten. Dat was lekker, jongens. Lekker burgertje naar binnen geklapt. Nou, jongens, daar zijn we. Ik heb sokken nodig. Skizokken. Jongens, ik heb mijn sokken gevonden. Kijk, dit is perfect. En ik heb misschien nog een helm nodig. Kijk, wel ober. Ja. Zit goed. Zit goed? Ja. Ik vind het wel een stoer ding. Heb je hem nodig? Die andere is niet meer oké. Okay. Nee, die snijdt hier. Cool. En kan je hem ook nog aan als je iets er onderaan hebt? Of heb je dat nooit? Bedoel je toch? Nee, een thermohemd. En de rest doe je eroverheen. Oké, nou perfect. Zo jongens, ik heb sokken, een helm en bescherming voor op mijn rug. Dus als ik nu val, moet ik veilig zijn. Dat hoop ik, want daarvoor heb ik het gekocht. Kijk eens eventjes jongens. Wij moeten dus elke keer zo hier over de brug lopen naar ze noemen dat San Seno daar. En het dorp zit aan deze kant van de brug. Alleen wij zitten lekker rustig op deze berg, op onze eigen bergie. Maar kijk, je wil je niet naar beneden vallen. Potjandori. Maar goed, wij gaan eventjes naar de kamer. Dan gaan we skikleren aantrekken. En dan gaan we naar boven om onze snowboards te halen. En dan gaan we ook wel eventjes een afdalingetje doen. Kijken hoe het boven is. Of het sneeuw goed is. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Ik heb me toch fantastische spullen gekocht. Sokken, extra dunne sokken. Een fantastische helm. En een helm staat nooit echt charmant. Maar ja, ik vind deze wel hard. En het gaat natuurlijk ook niet of die mooi staat of niet, jongens. Maar het gaat om de veiligheid. Want als je met je kop op het ijs valt, dan doet dat pijn. En ik heb dit ding gekocht. En dit is een soort van... Ik had het jullie in de vorige vlog trouwens ook laten zien. Maar die was te klein. Gewoon voor op je rug doe je dat. Het is een soort van jasje trek je aan. Zo. Kijk, en dan doe je deze. Hop. Dan doe je deze dicht. En dan heb je zeg maar gewoon... Kijk, dit. Dit is hard. Dus als ik nu val op mijn rug,
dan is mijn rug als het goed is niet gebroken, jongens. Dus ik heb allemaal spulletjes gekocht om mezelf veilig door deze vakantie te trekken, zeg maar. De andere familie, die komt er nu ook aan. Die zijn nu gaan rijden. Die zijn volgens mij nu ook al, sinds 9 uur onderweg. Dus vanavond komt Bas ook aan. En dat is hartstikke gezellig. En dan gaan we gewoon, ik denk, alvast even een klein biertje drinken. Oké, jongens, de volgende beelden zijn op de GoPro. Want ik ga mijn camera niet meenemen, want het is nog vandaag eigenlijk helemaal geen echte skidag en zo. Het is even alleen de boards halen, dus let's go. Zo, jongens, ik ben nu overgestapt op de GoPro. Ik hoop dat het geluid goed is. Zeg maar, de ene keer is het geluid van de GoPro wel goed. En de andere keer zit er sneeuw of regen in en dan is het niet goed. Maar het chillen is, we hebben onze eigen schoenen. Nou, niet iedereen, want mama heeft geen eigen schoenen. Helaas. Moet ik nou weer zo overkomen? Geen bril, geen schoenen. Ik heb wel. Kijk. Ja, maar ik bedoel gisteren met dat cadeau. Nou, ik vind het heel raar eigenlijk dat daar geen reacties op zijn. Ja, waarom mama geen cadeau heeft? Dat niemand het zielig vond dat ik geen cadeau had. Terwijl ik echt alles voor Vinci doe. Dat is wel waar. Moet je misschien toch maar nog een kerstcadeau gaan zoeken. Het is momenteel nog steeds aan het regenen, jongens. En dat is echt bagger. Maar goed, wat ik wilde zeggen. Wij hebben gelukkig onze eigen snowboardschoenen. Dus we hebben een locker daar aan het begin van de piste. Dus als we dan willen uitgaan, dan gaan we het eerst even skischoenen wegleggen. Doen we gewoon weer lekker de normale schoenen aan. En dan kunnen we weer tegenaan. Nou, jongens, daar gaan we met de eerste lift. Ja, doe eens even open. Dus. Het is nog steeds aan het regenen, jongens. Hard ook. Oh, keihard. Zo. Jij mag pas weer filmen als het sneeuw is. Holy shit. Ja, maar geen vlog. Vloggen deze week. Oh, man. Ja, dit is echt niet best, jongens. Oh, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zo hard regen. Wel eens een beetje regen gehad, ja, maar niet zo hard. Ja, niet zo hard. Ik dacht ook niet zo hard, hoor. Dit was echt goede sneeuw geweest dan. Oh. Ja, als het nu net koud genoeg was, dan hadden we echt een pakken met sneeuw. Maar nu hebben we bakken met regen. Gaan we nu over het milieu hebben? Waarom? Waarom dat is. Nou, dat is niet waar. De opwarming van de aarde. Nee, want we hebben ook al heel veel sneeuw gehad wel. Vroeger maakte je nooit druk of er sneeuw lag. Toen lag altijd sneeuw. Ik ging alleen kijken hoeveel er lag. Maar vroeger is een ijstijd geweest. Toen was het ook een beetje warm voor alleen met ijstijd. Dat is waar. Ja. Nou jongens, daar komen we. Even kijken hoor. Ja. Het is wel regen hier ook. Oh. Ook hierboven is het geen sneeuw, maar regen. Dus dat is kut. Nou jongens, we zijn nu boven en hier gaan we onze bordjes huren. En we hadden als het goed is gereserveerd. Dus ja, mooie dingetjes. Ik heb er wel weer echt zin in. Ondanks dat het regent. Het gaat morgen volgens mij ook regenen. En daarna wordt het beter. Dus laten we hopen dat het gaat sneeuwen zondag. Of morgenavond of vannacht. Want dat zou echt lekker zijn, jongens. Want nu met die pap en zo, is niet best. Zit jij te doen? Even kijken. Is dat van jou? Dus jongens, mijn bord wordt gefixt. Volgens mij is hij ook gewoon gloednieuw. Iedereen heeft mijn nieuwe bord. Ja. Ze zien allemaal echt helemaal nieuw uit. Dus dat is top, jongens. Alleen we moeten dan niet van de piste afgaan. Want dan liggen er allemaal stenen en zo. Normaal gesproken, we hebben een keer een jaar gehad dat we hier waren. En toen waren al onze boards echt helemaal versleten aan de onderkant. Happen in de zijkant. Maar toen lag er gewoon bijna geen sneeuw. En waren er heel veel stenen en zo. Zo. Iedereen heeft zijn spullen en we zijn klaar om naar beneden te gaan, jongens. Maar je voelt ook wel echt aan de sneeuw dat het heeft geregend. Maar als het dus vannacht gaat vriezen en niet gaat sneeuwen, dan wordt alles wat dus zeg maar nu nat is, wordt echt gewoon ijs. Hier, om de onderkant roze is. Zie je dat? Oh ja, je hebt zo'n neonlamp. Je hebt gewoon een neonlampje eronder. Ja. Dik. Domme. Zo, en is die van mij? Het is nu al laat, dus we gaan niet echt, we waren eigenlijk naar boven gegaan om alleen onze spullen op te halen. Dus we gaan nu gelijk eventjes door naar een tentje, die zit daar ergens in de bossen. En dan gaan we daar ons eerste biertje in Oostenrijk drinken. Lekker. Bier. Wat zeg je nou? Yes. Nee. De eerste afdaling, jongens, in de regen. Het is gelukkig niet zo lang geleden dat we zijn gaan snowboarden, dus het is niet zo dat we weer moeten wennen. Zon. Dit is een lekker bord, jongens. Het is elke keer natuurlijk toch eventjes geluk hebben met een goed bord. Want er zijn natuurlijk heel veel soorten boards. Maar deze is echt fucking chill. Hey, ik heb een lekker bord? Ja, is niet normaal. Heb jij een goed bord? Ja. Wat zei je? Deze is echt geweldig, man. Ja? Echt vergeleken met andere bord. Ik was daar gewoon bang dat ik niet meer kon snowboarden. Op deze is gewoon echt top, man. Deze is echt licht en stuurt snel. Ja, deze voelt ook heel licht. Ik heb met deze ook. Echt een fantastisch bord. Zo, ja, echt fantastisch bord. Ja, echt heel anders. Heel chill, jongens. Nou, eerste afdaling voelt perfect. Ondanks dat het regent, is het eigenlijk gewoon best wel prima te doen. Ja. Natte skilift.
Oh. Oh, er kwam al water uit dit ding. Kijk, daar gaan de anderen. Hey! Hey! Waar je horen? Hey! Bord, zeg. Ja, bij ons ook, pap. Heb jij ook zo'n goed bord? Ja. Ik heb nog nooit zo'n goed bord gehad. Echt waar. Gewoon nee, mooi. Ik denk het dus serieus ook niet. Die anderen waren gewoon fijn. En zo. Deze is echt geweldig gewoon. Zou je gewoon goedkoop meteen? Ja, die wil ik. Ik had het net niet gefilmd, maar we gingen het laatste stukje zo hard naar beneden, jongens. Ja, Ruben en ik gingen op een gegeven moment echt keihard naar beneden, maar je had niet eens door dat je zo hard ging. Ook al die heuveltjes en zo, zijn gewoon echt prima te doen. Het is heel flexibel, echt top. Ja. En nu is het tijd voor een Piketanissy. Een wat? Een Piketanissy. Is een Piketanissy een biertje? Of een pief? Nee, wat? Een Piketanissy is een zuurtje uit Amsterdam. Ja, dus helemaal, ik dacht op een Piketanissy. Een Piketanissy die gaat er altijd in. Een biertje. Ik wil een biertje. Heb jij ook een goed bord, ma? Ja, ik viel mijn reusje mee. Goed zo. Heb je al verteld hoe mank ik ben? Ja, mama heeft last van haar heup. Dat is voor mij de reden om altijd te blijven snowboarden. Ja, dan heb je dat niet. Proost. Hey. Het wordt zo snel donker hier in de bergen, jongens. Het is nu volgens mij iets van 4:30, zo 4:15. En kijk, het is al een stuk minder licht. Maar ja, hè? Wat maakt het uit? Want we gaan naar beneden. Oh! Dames en heren, dit is Robin. Robin, stel je voor in 1 seconde. 1 seconde. Hi, ik ben Robin. Ja, dat was 1 seconde. Daar gaan we. Zo, ging je hard? Ik ook. Oh, je bent helemaal wazig. Ja, ging ook hard, man. Ja, jezus. Het wordt echt top. We blijven het heel even zeggen, maar het dorp wordt echt top. Ziek, hè? Ja. Kijk, jongens, en daar op de achtergrond zien jullie servo's liggen, het dorp. Oh, echt lekker bezig. Ja? Echt een lekker bord. Maar we gaan lekker naar beneden, jongens, want wat ik al zei, we gingen eigenlijk alleen maar de boards ophalen. Absoluut. En dan gaan we lekker de sauna in. Ga ik erten. En ja, dat was het eigenlijk, jongens. De eerste soort van dag skiën. Daar gaat Robin. Hello, today I have no trousers on. Hey, jokey bokey, this is my trouser with protection. Because we are back right now. Wie nou een scheet? Nee, de vloer die kraakt. Ja. Maar goed, jongens, we zijn weer lekker terug. En wij gaan lekker omkleden, gaan het saunaatje in. En dan ga ik straks weer even editen. En over een paar uurtjes, ik denk over een uurtje of over 2 uur, dan komt Bas aan met zijn gezin, met zijn zusje Babette. Bas met zijn gezin. Nou goed, ik bedoel het gezin waar Bas ook in zit. En dan heb je Babette en Babette heeft een vriendin mee, Frederik en Tijn. Dus het wordt één gezellige boel. En misschien, heel misschien, dat wij vanavond ook een biertje gaan drinken. Een bier drinken. Nu lekker naar de sauna. De rollen zijn omgedraaid nu. Vanochtend was jij degene die aan het rennen was. Nu ben ik degene die kijk aan het rennen was. Kijk eens wat ik kan doen, hè. Oh, kijk. Naar jouw vlog gaan kijken. Echte fan. Dat is fijn. Echte fan. Jongens, ik heb iets leuks gehoord. Namelijk, Fik, Roos, Tijn, Frederik, Bas en Babette. Ze zijn aangekomen. Ja. Dus dat wordt gezellig. Ik had het net over een klein biertje. Maar hij is er toch gekomen. Jongens, proost. Echt een Reininghaus, hè? Een Reininghaus. Wat zeg je nou? Echt een Reininghaus. Wat is dat? Dit is prachtbier. Reininghaus. Lekker. Hey! Hey, Bassie. Hij is geen jongens. Ja. Lekker. Ben je alles vergeten? Ben je alles vergeten thuis? Waarom? Je helm en zo en je rugbescherm. Nee, maar het was allemaal te klein. Mijn rugbescherm was te klein, mijn helm was te klein. Het is zo breed geworden. Ja, het is niet normaal. Het is gewoon lekker klein. Gaan wij vanavond een biertje drinken in het dorp? Eentje? Gaan wij vanavond één biertje drinken in het dorp? Ik ben dus al de hele dag, ben ik dus gewoon benieuwd naar jouw reactie. Ik dacht, misschien ben je te moe en uitgaan, maar we gaan wel. Het is tijd om een... Zeg het maar! Hé, ik ben even bezig, man. Zeg het. Weer een biertje drinken. Oh ja, een biertje drinken.
Wij gaan richting George. En George is een soort van uitgaans après ski tent. Met z'n allen gezellig op de tafel staan en lekker gek meejoelen met de meest bizarre nummertjes. Was wel sneller. Was wel veel sneller. Ja. Ik was gisteren vergeten de vlog af te sluiten, jongens. Dus bij deze, jongens. Vond je nou een leuke video? Laat een duimpje achter. Vergeet jullie niet te abonneren. En dan spreek ik jullie bij de volgende vlog. Later.